Goedenavond en welkom bij AVS. Het Gentse Milieufront en de Fietsersbond richten vanmorgen nogmaals de aandacht op het grote tekort aan fietspaden in Gent. Aan het Bijlokenhof hebben ze daarom zelf een fietspad geschilderd. Met deze actie willen ze aantonen dat je de veiligheid voor de fietser kan verhogen met enkele kleine ingrepen. Er zijn te weinig fietspaden in Gent, dus schilderen we er zelf maar één. Met dit lumineuze idee, ingewapend met een pot verf, gingen het Gentse Milieufront en de Fietsersbond vanmorgen aan de slag. Op de rijbaan bakenden ze één strook af, die ze in een mum van tijd tot fietspad omtoverde. We hebben dat deze ochtend gedaan op een ook symbolische locatie in Gent. We bevinden ons hier nabij het Bijlokenhofparkje. En dat is eigenlijk een belangrijke verbindingsplaats tussen het coupure links, de belangrijkste fietsas van Gent ook, richting station Gent-Sint-Pieters, wat de belangrijkste fietsbestemming is in Gent. Dus het is heel onlogisch dat er op deze plaats geen apart fietspad bestaat. Met de actie willen het Gentse Milieufront en de Fietsersbond duidelijk maken dat je geen bergen geld nodig hebt om een veilige fietsinfrastructuur te voorzien. Met een simpele pot verf kan je al ver geraken. Naast het Bijlokenhof zijn er nog 9 andere missing links in Gent die slecht scoren op gebied van fietsvriendelijkheid. Onder andere de Stropbrug in Gent. Daar is een viervaks autoweg met telkens aan beide kanten een heel smal strookje voor fietsers. Dat is heel onveilig en het zou relatief makkelijk zijn om een veel breder, deftig fietspad aan te leggen op die plaats. Daarnaast denk ik ook bijvoorbeeld aan de Brugse Steenweg, nabij het meest conflictrijke gebied ter hoogte van de R40, de binnenring rond Gent, is er ook geen fietspad aanwezig. Hier ligt er dus voorlopig wel één. Echt wettelijk is het natuurlijk niet en het is maar de vraag of de waterverf lang zal stand houden in een land als België. Waarschijnlijk na een paar dagen zal het wel verdwenen zijn, maar wij hopen natuurlijk dat het stadsbestuur hier snel werk van maakt om op korte termijn een fietspad aan te leggen dat voor jaren kan blijven en voor jaren een goede fietssituatie kan creëren.